Instagram-volgers bepalen mijn dag. Oftewel, mijn hele dag vandaag wordt bepaald door mijn Instagram-volgers. De laatste keer toen ik daar binnen ging filmen, een jaar geleden voor een video, mocht ik 2 maanden de winkel niet meer in. Vanmiddag nog rond 2:30 plek hadden voor iemand bij een nagelsalon waar ik nog nooit was geweest. Dat was best wel ongemakkelijk. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een hele leuke video, namelijk mijn Instagram-volgers bepalen mijn dag. Oftewel, mijn hele dag vandaag wordt bepaald door mijn Instagram-volgers. Vind je deze video nou leuk? Wil zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet onder niet te abonneren. En let's get started! Ik sta hier voor mijn kledingkast. En zoals je ziet heb ik best wel veel kleding. Dus een outfit aan het zoeken is altijd heel erg moeilijk. Maar gelukkig hoef ik dat vandaag niet zelf te bepalen. Want mijn Instagram-volgers mogen ook mijn outfit bepalen. Ik ben heel erg benieuwd wat ze gaan kiezen. Ik heb alvast 2 outfits uitgezocht en het is vandaag best wel warm. Dus jullie kunnen kiezen uit 2 verschillende soorten zomeroutfits. Outfit nummer 1. Outfit nummer 1 is een heel schattig rokje van Nick & Nick. En daarop draag ik dan een shirtje met daarop flawless. Dus dit staat super leuk bij elkaar. En dit is outfit 1. Outfit nummer 2. Outfit nummer 2 is ook heel erg leuk. Ik draag namelijk een spijkerrokje van Levi's. Heel erg leuk. En daarop draag ik dan mijn Nick & Nick shirtje. En deze is heel erg leuk met blauw, wit en rood. Dus dit is outfit nummer 2. Ik heb de poll net gemaakt en het ziet er zo uit. Ik ben heel erg benieuwd naar welke outfit jullie gaan kiezen. Dus ik ga even 10 minuutjes wachten. En dan bekijk ik de uitslag en ga ik me omkleden. Het is inmiddels 10 minuten later. En ik ga nu kijken op Instagram welke outfit jullie gekozen hebben. Ik ben heel erg benieuwd. Wow, het ligt echt super dicht bij elkaar. Outfit 1 heeft namelijk 52% van de stemmen gekregen en outfit 2 48%. Dat houdt in dat ik outfit 1 aan mag doen en dat is dit superleuke setje, dus let's go! Yes! Ik heb de outfit aan, ik heb dus eerst het shirtje aan van de Sting en tot slot mijn leuke rokje van Nick & Nick. Ik vind het een hele leuke outfit, laten we nu doorgaan naar mijn make-up! Ik sta nu in de badkamer en ik ga even aan jullie vragen via mijn Instagram post of ik vandaag make-up op moet doen. Ja of nee? Ik heb de poll net gemaakt en dat betekent dat ik nu 10 minuten moet wachten. Ik hoop eerlijk gezegd eigenlijk dat jullie kiezen voor geen make-up, omdat het buiten echt heel erg warm is. En zonder make-up toch veel fijner dan met make-up. Maar goed, ik ga gewoon kijken wat de uitslag is en dan zie ik het wel. Nou, de uitslag is bekend en het is helaas niet geworden zoals ik gehoopt had. Namelijk 66% van jullie heeft gestemd voor wel make-up en 34% van jullie heeft gestemd voor geen make-up. Dus ik moet nu make-up aan gaan brengen. Laten we dat maar gaan doen. Ik heb mijn make-up look inmiddels klaar en ik heb het heel erg basic gehouden. Omdat ik natuurlijk niet te veel op wil, aangezien het heel erg warm is. Het is inmiddels al wel 1:30 en dat betekent dat het eigenlijk wel tijd is om te gaan lunchen. Dus laten we naar de keuken gaan. Ik sta nu in de keuken en het is tijd om te lunchen. Maar ik twijfel een beetje wat ik moet gaan eten. Want we hebben niet heel erg veel meer in huis, dus ik wil sowieso naar de supermarkt. Maar zou ik in de supermarkt wat gezonds halen? Dus bijvoorbeeld een lekkere frisse salade met fruit erin. Of zou ik iets ongezonds halen, bijvoorbeeld een vers broodje? Ik twijfel een beetje. Ik heb persoonlijk meer zin in iets gezonds, omdat ik heel veel zin heb in fruit, want het is heel erg warm. Maar goed, ik ga jullie laten kiezen door middel van de poll. Ik heb de poll gemaakt en ik ben heel benieuwd naar de uitslag. Ik ga even 10 minuutjes wachten, dan kijk ik naar de uitslag en ga ik naar de winkel om het eten te halen. Ongeveer bepaald, namelijk 42% van jullie vindt dat ik een fruitsalade moet eten, dus iets gezonds. En 58% van jullie vindt dat ik broodjes moet gaan eten, dus ongezond. Nou, mijn fiets staat klaar, dus ik ga nu onderweg naar de supermarkt. Ik weet niet of ik in de supermarkt kan gaan filmen, maar ik ga dus gewoon broodjes halen. Dus ik ga even kijken wat, misschien Italiaanse bol of iets anders. En dan met filet American of kip curry of zo, want dat is wel lekker. Maar ik weet dus niet of ik daar binnen kan filmen, want de laatste keer toen ik daar binnen ging filmen, een jaar geleden voor een video, mocht ik 2 maanden de winkel niet meer in. Dus ik ga even kijken wat ik kan doen, maar jullie zien me in ieder geval weer terug. Nou, ik ben weer thuis en wat ik gehaald heb is, ik heb een ijskoffie gehaald, karamel, filet American en wat lekkere broodjes. Dus dit ga ik allemaal even klaarmaken en dan ga ik lekker eten. Ik heb net super lekker gegeten en het ding is dus, mijn nagels zou ik vandaag eigenlijk laten doen. Want ik heb altijd gel nagels en ze zijn een beetje kapot aan het gaan, het is uitgegroeid. Oftewel, tijd voor nieuwe. Ik laat mijn nagels altijd doen bij de nagelstudio hier in de stad. En dat is ongeveer 10 minuutjes fietsen, dus dat valt heel erg mee. Maar vandaag mogen jullie bepalen of ik mijn nagels bij de nagelsalon hier in de stad ga doen.
Of gewoon in een random stad hier 20 minuutjes vandaan, half uurtje vandaan. Dus ik ga even een Instagram poll maken. En dan ga ik op basis daarvan kijken waar ik een afspraak moet maken. In mijn eigen stad of in een random stad. De uitslag is echt overduidelijk. Het is 10 minuten later. En 22% van jullie heeft gestemd dat ik mijn nagels moet laten doen in mijn eigen stad. En 78% van jullie heeft gestemd dat ik mijn nagels moet laten doen in een random stad. Dus ik ga nu even op internet zoeken naar nagelsalons die ongeveer 20 tot 30 minuten in de buurt zitten. En dan moet ik ze natuurlijk ook even bellen of ze vanmiddag nog plek hebben voor mij om mijn nagels te laten doen. Ik had een vraagje of jullie toevallig vanmiddag nog rond 2 uur, half 3 plek hadden voor iemand om de gelnagels te laten doen. Ik ga er zo meteen met de auto naar de nagelsalon toe, maar ik ga niet zelf rijden. Ik ga even vragen of iemand hier in de buurt kan rijden, dus mijn oma, of mijn vader, of mijn moeder. Ik hoop dat iemand me kan brengen, dus let's go! Ik ben inmiddels weer helemaal thuis en ik heb mijn nageltjes lekker laten doen bij een nagelsalon waar ik nog nooit was geweest. Het was best wel ongemakkelijk, want ik ga altijd naar dezelfde nagelsalon. Dus ik ken die mensen een beetje, maar ondanks dat waren ze wel heel erg aardig. En ze raden me zelfs een kleur aan, want ik wilde jullie eerst mijn Instagram poll laten kiezen tussen twee kleurtjes. Maar ze zeiden tegen mij, ja, we hebben een superleuke zomerse kleur en die nemen heel veel meiden, want als je op vakantie dan bruin wordt, ziet dat er heel erg leuk uit. Dus ik dacht, nou, dan doe ik gewoon die kleur en dan laat ik jullie kiezen of ik de zomerkleur moet nemen die ze me dus in de winkel aanraden. Of de kleur die ik zelf in gedachten had, namelijk dezelfde kleur als ik vorige keer had en dat is een beetje lichtroze paarsig, want die vind ik heel erg mooi. Dus ik vroeg aan jullie op de poll. De stemmen die jullie me gaven waren overduidelijk. Want ik zei de meest gekozen zomerkleur in deze salon. En liet ik dus een foto zien van de nagellak. Zal ik deze nemen? 71% van jullie zei ja. En 29% zei nee, zelfde als eerst. Dus ik heb de kleur genomen. En het is dit geworden. Ik vind het heel erg gaaf. Kijk maar even. Het is echt super knallig en heel leuk. Dus ik ben heel erg blij mee. Ik ga nu even wat musicals maken en daarvoor mogen jullie ook gaan stemmen, want wat voor soort musicals ga ik maken? Ik ben weer back op mijn kamer, want ik ga musicals maken, maar wat voor musicals moet ik maken? Slow motion musicals of lip sync musicals? Dat mogen jullie kiezen door middel van de poll. Dus ik ga nu even een poll op mijn Instagram zetten. Het is inmiddels ietsje later en ik heb mijn musicals statief al even klaargezet. Ook heb ik even de poll uitslagen bekeken en het is weer overduidelijk. 73% van jullie wil dat ik een slow motion musical ga maken. En 27% wil dat ik een lip sync musical ga maken. Dus dat is wel duidelijk. Ik ga een slow motion musical maken. Maar dat ga ik niet hier doen. Maar dat ga ik even buiten doen. Dus let's go to buiten. Ik ga nu de slow motion musical opnemen. En ik ga het volgende liedje gebruiken. En zo gaat hij dan dus door. Hier ga ik een slow motion musical op maken. En wil je uitleg hebben over hoe ik een slow motion musical maak? Dan moet je nu hierboven op het i'tje klikken. En dan kan je mijn uitlegvideo zien waarin ik laat zien hoe ik mijn slow motion musicals maak. Maar voor nu ga ik even deze musical maken. Ik heb de musical opgenomen en ik heb hem ook direct even geëdit. En hij is super leuk geworden. Kijk maar even mee. Dit was dus een musical en ik vind hem zeker weten heel erg leuk gelukt. Wil je meer musicals van mij zien, dan kan je zeker weten even mijn afspeellijst checken in de beschrijving. Ik zit weer back op mijn kamer en ik vond het vandaag een hele leuke video om op te nemen. Dit was helaas wel weer de allerlaatste poll, maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wou eens nog wat doen met avondeten, maar dat wordt een beetje moeilijk aangezien ik niet thuis eet. Dus daar kan ik er niet heel erg veel aan veranderen. Ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk vonden. Vond je de video nou leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet hieronder ook niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!